Zo, je behandeling zit er weer op. Nou. Je zit weer lekker in de make-up. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Heb je nog wat te vragen? Ja, eigenlijk wel. We worden allemaal een dagje ouder, hè? Jij, ik, we worden allemaal ouder. Ja. En dan zie je wel eens van die potjes met anti-aging. Zou dat nou nog nut hebben, denk jij? Nou, dan ga ik eerst even iets vertellen voor anti-aging. Jij zegt, ik zie allemaal potjes anti-aging. Nou, dat klopt wel, want ik heb nog nooit een potje gezien met aging cream. Ik heb nog nooit een potje gezien waarop staat van deze crème wordt u oud. Ja, nee. Maar er is maar één anti-aging methode en dat is doodgaan. Nou, dan lekker. Word je niet ouder meer. Dus anti-aging, dat kunnen we vergeten. Ik ga even je netje afdoen. Oh, dat okay. Praat even wat makkelijker. Ja, zo. Dank je. Dus anti-aging wil dus zeggen dat we proberen de huidveroudering te vertragen. Dat is eigenlijk anti-aging. Ja. En daar hebben we ingrediënten voor als vitamines en dergelijke. Ja, ja. En als je dan op zo'n potje kijkt, hè, dan zie je allemaal van die, ik zeg maar ingrediënten staan. Hè. Waar moet je dan op letten op zo'n potje? Nou, ten eerste moet je weten wat voor ingrediënt voor jouw huid geschikt is. Want niet alle ingrediënten zijn voor jouw huid geschikt. Als je een hele vette huid hebt, heb je andere ingrediënten nodig dan wanneer je een hele vetarme huid hebt. Dus dat moet je sowieso weten. En dan kom je pas achter als je je huid laat analyseren door iemand die er verstand van heeft. Ja, ja. Maar er wordt wel eens gezegd, kijk op de ingrediëntenlijst van het potje, want dat moet er altijd op staan. En standaard is dat wat bovenaan die ingrediëntenlijst staat, daarvan zit er het meeste in. En wat onderaan zit, daar zit er het minste in. Oh, okay. En als je nou gaat kijken, dan zie je op bijna alle verpakkingen bovenaan staan aqua. Dus je koopt eigenlijk gewoon water. Een potje water. Ja. Nee, dat is niet zo, maar water zit overal in, zit ook in ons lichaam natuurlijk. En het wil niet zeggen dat als een ingrediënt onderaan die ingrediëntenlijst staat, dat het dan niks doet. Want dat hoor je wel eens zeggen van ja, het staat op één aan de laatste plaats, dan doet het helemaal niks. Nou, dat is niet waar. Er zijn ingrediënten die hebben maar heel klein beetje nodig om een ander ingrediënt zijn werking te versterken. Dus het is niet zo dat als het onderaan staat, dat het dan niks doet. Nou, het kan daar juist in zitten om het te versterken. Ja, ja. Zo word je ook wel eens erop gewezen dat je moet geen producten gebruiken met alcohol erin. En wat zie je dan heel vaak op potjes staan? Dat er alcohol in zit. En dan denk je, is niet goed. Dat is niet goed. Dat is wel goed. Want die alcohol, is een speciale alcohol, die werkt ten eerste als een dat het product niet bederft. En het kan ook gebruikt worden om een ander product te activeren. Ja, ja, versterkt het. Het versterkt het, ja. Ja, ja. En dan zitten er vitamines in, hè? Dat lees je ook wel eens. Nou, je had het net over anti-aging. Een van de belangrijkste ingrediënten voor het ouder worden te vertragen en een huidconditie te verbeteren is vitamine A. En dat heet in zijn Latijn retinol. Ja, dat zat er vaak op. Ja, retinol. Soms zie je ook retinolpalmitaat. Is ongeveer hetzelfde. En vitamine A, die is eigenlijk voor heel veel huiden geschikt. Voor een doffe huid, om fijne lijntjes te verminderen, om een vette huid minder vet te maken, om grove poriën wat fijner te maken. En die zie je heel vaak in combinatie met vitamine E. Dus die twee passen heel goed bij elkaar. Oh, okay. Vitamine A en E. Daarbij is het ook nog belangrijk om te weten of die vitamines wel door de huid heen kunnen. Want sommige vitamines blijven alleen maar op de huid liggen. Wat niet wil zeggen dat ze niet goed zijn. Want vitamine C kan niet door de huid heen, maar doet wel aan de oppervlakte wat. Maar vitamine A en E, die zijn in vet oplosbaar. En daardoor komen ze ook dieper in je huid. Ja, 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 ik snap het. En van, als je dat nog hebt over vitamine A bijvoorbeeld. Stel, ik ga naar de huisarts en ik zeg, ik wil wel graag een tubetje vitamine A hebben. Kan ik dat zomaar krijgen? Want dan heb ik alles wat ik hebben moet, toch? Ja. Ja en nee. Vitamine A kan je gewoon in ieder cosmetica middeltje kopen. Alleen je hebt ook vitamine A zuur. En dat kan alleen maar op dokters. Klinkt niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Nee. Het gaat alleen maar op doktersrecept. Maar dat wordt in enkele gevallen gegeven voor mensen met een hele slechte huid. En het verbrandt als het ware een beetje de toplaag van je huid. Waardoor de huid nieuwe huidcellen gaat aanmaken en gaat vernieuwen.
Maar het doet vaak meer kwaad dan dat het goed doet. Okay. Het kan je huid verbranden. Je wordt veel gevoeliger voor UV-licht, waardoor je kan verbranden. Je kunt pigmentvlekken krijgen. Kortom, de artsen geven dat niet zo snel. Nee, dat snap ik. Dus daarom zit er in de cosmetica de vitamine A. Niet het zuur, maar het A. En er is ook een vitamine A, die lijkt heel veel op de vitamine A zuur. Maar alle negatieve effecten zijn eruit gehaald. En dat noemen we een retinoïde. En dat klinkt als retinol, maar dat is het niet. En die kunnen wel in crèmes verwerkt zitten zonder de kwalijke eigenschappen. Ja. Nou, ik snap het. Het is duidelijk. Ja? Nou, dus ik hoef voorlopig nog niet dood te gaan. Die huid, het komt wel goed met die huid. En anti-aging moet je tegenwoordig gaan zien als het afremmen van de veroudering van de huid. Ja. Tegengaan kunnen we dat nooit. Kunnen we niet doen. Nee. Nou, dan blijven we maar gewoon vrolijk doorhuppelen. Helemaal huppelen. Goed. Oh, dankjewel. Graag gedaan. Ja.